Oké, het is die tijd van het jaar weer, het najaar. En dat betekent dat alles schoon moet. Ja, er moet niks, maar ik doe dat dan meestal wel. Ik heb mijn schudder en mijn hark schoon. Ja, schoon. De meeste rommel is eraf. En het spul moet allemaal weer naar binnen toe. En, maar nadat ik het schoongespoten heb, smeer ik er altijd door. Want je spuit met een hoge drukspuit spuit je allemaal water op plekken waar je het liever niet hebben wilt. En dat is zeker in de lagers en dergelijke. Dus dan is het verstandig om daar eerst een beetje vet in te doen. Dus nou heb je 's winters nog wel eens, of 's winters, of in het najaar nog wel eens, dat het vet stijf wordt. Ik gebruik geen speciaal vet, ik heb gewoon het goedkoopste vet wat je maar krijgen kunt. Kost een keer, ik meen, 3,5 euro, 4 euro per patroon, dus dat valt mee. Maar het heeft één nare eigenschap, het wordt altijd een beetje stijf als het buiten kouder wordt. Nou heb ik voor jullie een toptip. En de toptip is dit. Een emmer heet water. Gooi ze gewoon in een emmer water en dan wordt het vet lekker warm en soepel en dan pomp je het er zo in. Dus dat is ideaal. Maar dan moet je dus even wachten voor het zover is. Dus, maar ik moet eerst nog even een paar dingen aan de kant zetten. Hij is altijd leeg bij je vetnippel waar je heel sterk bij kan. Wat u daarmee daarnet zag doen is een beetje diesel erop spuiten. En niet alleen diesel, maar ik gebruik een mengsel van diesel en olie. En waarom doe ik dat nou? Ten eerste, hij glimt er prachtig van. En wie houdt er nog niet van een lekker dieselgeurtje in de ochtend? Het tweede is, hier heb je soms een beetje roest. Nou ja, je raakt eens een keer een paal of nou ja... Of een bompie, of ergens tekort langs een andere machine en dan gaat de verf eraf en het roest. Dus dit zorgt ervoor dat het niet verder roest. Dus daarom doe ik dat. Nou, ik geloof dat jullie nu het idee wel krijgen, of niet? Of wil je de schudder ook nog zien? Dat neem ik toch niet aan. Voor deze keer zou ik zeggen, like, reageer en abonneer als je dat niet had gedaan. En volg me uiteraard op Facebook en Instagram. Dank voor het kijken.